19%, dat is de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat betekent dat voor elke euro die een man verdient, een vrouw maar 81 cent verdient. Vrouwen bij de overheid hebben geluk. Nou ja, geluk. Die verdienen 8% minder dan hun mannelijke collega's. Een deel ligt aan het opleidingsniveau. Boven de 45 hebben vrouwen een lager opleidingsniveau en dat vertaalt zich ook in een lager salaris. Jongere vrouwen zijn gemiddeld hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, verdienen ook meer tot hun 26ste. En vanaf hun 30ste slaat het om en verdienen ze minder. Een belangrijke verklaring daarvoor is kinderen. Want we zien dat vrouwen meer zorgtaken op zich nemen. Ze gaan parttime werken, verdienen minder omdat ze minder uren werken. Maar als parttimers verdienen ze ook per uur nog eens een keertje minder. Met als gevolg dat de inkomensdip permanent wordt. Aan de andere kant zien we dat kersverse vaders geen dip in hun inkomen hebben. Dat geldt ook voor vrouwen die geen kinderen krijgen. De loonkloof is eigenlijk een moederkloof. Ook het type beroep speelt een rol. Je ziet dat vrouwen vaker kiezen voor zorg of onderwijs, waar de salarissen lager zijn. En uit onderzoek weten we dat als er één sollicitant vrouw is, dan wordt de vrouw lager gewaardeerd. Is de meerderheid sollicitant vrouw, dan wordt de baan lager gewaardeerd. Kijk naar het basisonderwijs. Toen er vooral meesters voor de klas stonden, genoten die enorme waardering. Nu er vooral juffen voor de klas staan, zien we dat dat veel minder is. En aan de andere kant werken mannen vaker in goed betaalde sectoren zoals IT en finance en ook vaker in leidinggevende functies. En zelfs als je dit allemaal meeneemt en je hebt bijvoorbeeld een man en een vrouw die allebei evenveel opleiding hebben, evenveel ervaring, in dezelfde sector werken, hetzelfde aantal uren, dan nog is het zo dat bij de overheid een vrouw 5% minder verdient dan de man en in het bedrijfsleven 7%. Dat kan aan een veelheid van factoren liggen. Denk bijvoorbeeld aan de reistijd. Mannen zijn bereid om maar liefst 21 kilometer verder te reizen dan hun vrouwelijke collega's en hebben daardoor meer keuzemogelijkheden. Daarnaast is het zo dat dames ook gewoon minder onderhandelen over hun salaris. Ofwel omdat ze niet weten dat er de ruimte is om over salarissen te onderhandelen. Ofwel omdat ze het niet belangrijk vinden hoeveel salaris ze verdienen. Ofwel omdat ze bang zijn voor de reacties die ze dan zullen krijgen. Dat laatste is ook wel logisch. We weten uit onderzoek dat onbewuste vooroordelen een belangrijke rol spelen. Werkgevers kijken door een seksenbril. Als een vrouw om een loonsverhoging vraagt, dan wordt ze als dominant en veel eisend gezien. Als een man om een loonsverhoging vraagt, dan weet hij wat hij waard is. Kortom, een deel van de 19% valt te verklaren door bijvoorbeeld opleidingsniveau en werkervaring. En een gedeelte is redelijk ongrijpbaar. Denk dan aan stereotypen en vooroordelen. Transparantie zou een mogelijkheid kunnen zijn. Als je elkaar salarissen kunt inzien, dan kun je ook actie ondernemen als je minder verdient. Of je zou bedrijven zelfs kunnen verplichten om gelijk loon voor gelijk werk te betalen. Om de moederkloof te dichten kun je denken aan betere en betaalbare kinderopvang, langer vaderschapsverlof, het aantrekkelijker maken voor mannen om flexibel te werken. Want dan is het mogelijk voor mannen en vrouwen om thuis en op het werk een goede balans te vinden.